Deze Salvatoriaanse hulpactie kent iedereen wel van de klerencontainers. Tijdens haar open deurdag in Hamond-Achel wordt snel duidelijk dat deze vereniging zich voor veel doelen engageert. De projecten die wij vooral willen financieren zijn bijvoorbeeld een maïsmolen, zonnepanelen, installaties in dispensaria of ziekenhuizen, schoolboeken, soms ook wel een keer noodhulp. Maar de bedoeling is altijd dus dat die projecten later zelf bedruipend moeten zijn. Dus we zijn van het principe, je kunt een vis geven, maar je kunt ook iemand een vislijn geven en leren vissen. Salvaterhulp bestaat in 2013 50 jaar. Voor haar acties rekent het op schenkingen. Wij krijgen dus de middelen binnen van donateurs die via ons blaadje een overschrijving doen. Of de mensen die ons al jaren kennen, die ons genegen zijn. Ook de mensen die financiële kinderadoptie doen, steunen ons maandelijks. Die geven maandelijks het bedrag, 16,5 euro voor hun kind. En om de 3 maanden storten wij dat geld door, zodat wij zeker zijn dat het geld goed terechtkomt. Op de website salvaterhulp.org vind je alle informatie.